Ja, en dat rolletje. Dat rolletje. Hi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Roeg-vlog. Kijk, hier wordt hard gewerkt. Nou ja, hard. Daar, Paulien. Hey. Ben je nou nog aan het zoeken? Hi. Hi. Ik blijf gewoon zoeken, de hele winter. Ja, nou, sneeuwspringers. Dat zijn insecten die in de winter leven, heel bijzonder. Hoor je alles over in de uitzending. Maar jij hebt ook iets leuks in dat bakje, hè? Ik vond nog wat andere beestjes. En geen idee wat het is, hoor. Maar oh. ik vermoed iets van een kortschildkever. Omdat hij zeg maar zijn kontje omhoog doet. En dat doen, dat doen de kortschildkevers. En even kijken, zo dan. Oh, hier zijn er twee. Zie je hem nou? Deze? Ja. Pauline, heb jij een cadeautje voor de dassen meegenomen? Ik heb een cadeautje en ik heb hem achterwaarts, zeg maar zo, heb ik hem hierheen, en dit is er nog over, hierheen gebracht. Ja, want die dassen verliezen wat. Maar... Ja, maar het is best moeilijk hoor, om dat zo te doen tussen je voorpoten en dan nog zo met je kin zo. En dan ook nog achterwaarts lopen. Ja. Nou ja, dus nu hebben ze gelukkig alvast wat cadeau, hoeven ze vanavond niet meer zoveel te zoeken. Zo is het. Ik laat het achter. Ja. Ik denk niet dat ze het gebruiken, want mijn luchtje zit eraan. Dus ze zullen wel nieuw halen. Maar na een paar dagen misschien wel. Ja. Paulien en Jan, wat is het geluid van de week? Dat is... Kuifmees. Tjurr. Ja. Ja. Tjurr. Ja, en dat rolletje. Dat rolletje. Ja, ik weet niet of ik het goed doe, maar zoiets? Ongeveer, bijna. Ik denk dat de kuifmees het heel mooi vindt. Jij deed het net ook heel mooi? Tjurr. Volgens mij is het een tjurr. Maar het is geen staartmees. Nee. Die maakt ook zo'n, ja, die maakt ook zo'n geluid. Geluidje. Ja, Paulien, we zijn alweer aan het einde gekomen en we sluiten natuurlijk af met de quiz. Maar eerst nog even het antwoord op de quiz van vorige week. Ja, ja Bart, we hadden het over otters en jij had een bijzondere ottervraag. Ja, hoeveel haren heeft een otter per vierkante centimeter? Per vierkante centimeter? Ja. Nou, ja, hoeveel waren het er? Bij een mens. En bij mij worden het dus steeds minder, zei je. We zijn er 230 per vierkante centimeter. Ja. Maar bij een otter zijn het er 23.000 per vierkante centimeter. Jeetje. Echt heel veel. Fantastisch. Maar jij wist het wel, hè? Ja, ik wist het wel. Ja, tuurlijk. Wat is de vraag van deze week? Nou, de vraag gaat eigenlijk over mijn hond. Hij heet Alexander van Humboldt, roepnaam Alex. Prachtige naam. Ja, mooi hè. En de vraag is, wie was Alexander van Humboldt? Nou, was dat A? A, een pinguïnkenner. Ja, B. B, een piraat. Of C. Of C, een ontdekkingsreiziger. Nou, weet jij het antwoord? Laat het dan hieronder achter in de reacties. En volgende week vertelt Paulien naar wie zij haar hond vernoemd heeft. Wat Alexander van Humboldt dan eigenlijk was. Tot dan! Doeg!